Op zondag 26 augustus organiseert de Stichting Cultureel Hartkuik haar 9e culturele dag. Voor het bedrijf van deze week zijn we op bezoek bij Hans van der Steijn en Emiel Minte bij Catering Smaakmakers in Mil. Wanneer zijn jullie begonnen? Hoe is het idee ontstaan? Officieel al in 2009. Het idee is ontstaan dat wij eigenlijk allebei... Ik was gestopt met mijn huidige baan. Ik had een café hier in Mil. Dus ik zocht iets nieuws en ik wist dat Hans met zijn creativiteit ook iets wilde gaan doen. Dus we zijn eigenlijk gaan kijken of we niet konden samenwerken. Dus hoe is de naam Smaakmakers ontstaan? Die is eigenlijk spontaan ontstaan. We hebben er gewoon een beetje lopen verzinnen. Van zullen we dat doen? Er zijn denk ik misschien wat 10 namen voorbij gekomen. Uiteindelijk zijn we Smaakmakers. Ja, dat wordt hem. Smaakmakers. Ja. Hoe is het in 2 jaar tijd ongeveer gelopen? Eigenlijk heel rap. We zijn eigenlijk begonnen om te zeggen van nou, we gaan een jaartje werken. Anderhalf kijken wat de markt doet hier in de omgeving. Of er wel überhaupt een markt voor is wat we willen gaan doen. En dat is eigenlijk vrij snel gegaan. We dachten veel meer, we moeten echt heel veel reclame, kleine partijtjes zeg maar, een beetje investeren in de toekomst. Alleen vanaf het begin van is eigenlijk vrij snel ook wat grotere partijen, bedrijven bijgekomen. Voor verwachtingen sneller gegaan. Ja. Jullie zijn beide nu fulltime hier werkzaam? Ja, zeker. Wat is op dit moment het hoofddoel? Wat is het voornaamste wat gebruikt wordt? Diners, hapjes. Eigenlijk alles, want het is elke dag anders. Elke dag hebben we ook een andere partij voor andere mensen. We werken ook vast voor bedrijven die van ons het eten afnemen, maar zelf de drank verzorgen. Echt in de breedste zin van het woord, wij verzorgen van alles. Want hoe ziet een dag bij jullie eruit? Een dag ziet eruit, er wordt inkopen gedaan, er wordt voorbereid, de bus wordt geladen, we gaan naar de partij of we geven het af of we hebben die neer aan huis of net wat dan ook, dan wordt er gekookt. Vervolgens wordt er ingeladen en naar huis gereden, afgewassen en dan zit onze dag erop. Want hoe onderscheiden jullie je van de concurrent? Wij proberen sowieso zeg maar een markt op te zoeken die eigenlijk al bestaat, alleen nog een beetje teert op het bestaande zeg maar. Dus wij proberen een beetje de vernieuwing erin te brengen, met name met presentatie, de producten die we gebruiken. We proberen ook natuurlijk zoveel mogelijk streekproducten te gebruiken, verse producten eigenlijk altijd. Met name ook wat ik zeg, de presentatie is natuurlijk heel belangrijk. De manier van hoe je een hapje presenteert op de locatie, het hapje maken, wordt heel veel gewaardeerd. Mensen toch een soort van een stukje entertainment erbij krijgen, dus niet zomaar alleen maar afgeven. Dat is echt een beetje wel de hoofdmoot wat wij onderscheiden, zeg maar, voor onze regio hier. Kun je ook iets over jullie service vertellen? Onze service, ja, wij gaan heel erg klantgericht werk. Als mensen een afspraak met ons willen of iets van ons zouden willen afnemen, gaan we altijd naar de mensen toe. Dan gaan we allemaal alles doornemen hoe ze het precies willen hebben. Dan maken wij een offerte op maat voor. En vervolgens proberen wij altijd zelf ook natuurlijk op de partij aanwezig te zijn om het zo persoonlijk mogelijk te houden. Dus we hebben zelf de afspraken gedaan, maar we behandelen ook zelf of één van ons de partij. Hebben jullie ook personeel in dienst? Ja, we hebben een aantal personeelsleden, vooral op allemaal part-time basis eigenlijk. Een paar jongens die in de keuken mee kunnen werken en een paar jongens en dames die op partij meegaan als er een grotere feesten, bruiloften zijn. Is eigenlijk allemaal een beetje wat jeugdiger personeel, goed kunnen werken. Mensen moeten natuurlijk wel goed hun drank kunnen krijgen op een bruiloft, maar ook gewoon dat we de uitstraling als waar we voor staan als bedrijf zijn en dat die dat ook kunnen weergeven natuurlijk. Wat is de kracht van het bedrijf? De kracht van het bedrijf is denk ik dat wij vernieuwend zijn, heel erg klantgericht en vernieuwend en met name de presentatie. Mensen die waarderen heel erg hoe we de dingen doen en hoe we de dingen aanpakken en de uitstraling. Hebben jullie nog toekomstplannen? Ja,
Ja, we zijn nou in zover gevorderd stadium dat we gewoon weten dat we hier en door gaan. Dit is gewoon echt voor ons een markt die groot genoeg is om daar met z'n tweeën dadelijk in verder te gaan. We zijn inmiddels ook echt fulltime hiermee bezig. En ja, we moeten gewoon wat uitbreiden. Dus we zijn ook bezig om naar een andere locatie te kunnen gaan om groter te worden. Ja. Want hoe groot is jullie afzetgebied op dit moment? Ik denk dat wij in een straal van 30 kilometer rond Mil, denk ik, ons bezorgingsgebied is. En af en toe uitschieters naar ooit in Maastricht of Den Bosch. Maar dat zijn sporadische partijtjes. Maar ik denk een straal van 25, 30 kilometer dat wij ons afzetgebied hebben. Is dat ook nog een ambitie om dat groter te krijgen? Ja. Ja, we proberen natuurlijk wel wat groter te worden. Het nadeel daarvan zal zeker worden dat je dus je charme gaat verliezen, omdat het hele persoonlijke zal steeds minder worden. Proberen we toch te waarborgen eigenlijk, zo goed als. We zitten ook merendeel bij heel veel vaste bedrijven tegenwoordig waar we voor cateren. Dus dat is natuurlijk een hele goede houvast om daar verder uit te breiden ook. Dit jaar hebben jullie de ondernemersprijs in Mil gewonnen. Hoe was jullie reactie hierop? Ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk dat we die gewonnen hadden. Het is de eerste keer dat ze dat georganiseerd hadden. Er waren meerdere bedrijven genomineerd. Het is een prijs voor gemeente Mil en Stuurt. Dus voor ons is het gewoon heel belangrijk, omdat het eigenlijk de grootste afzetmarkt voor ons is. En toen we op een gegeven moment genomineerd waren, hadden we ook zoiets van, dat is natuurlijk al meegenomen, want het is allemaal reclame. Alleen, toen wouden we hem ook wel winnen natuurlijk. En toen het uiteindelijk ook zover was, was het ook wel, eigenlijk wel een waardering een beetje voor ons om te laten zien van, god, ja, waar wij ook voor staan en willen bereiken, bereikt zijn doel ook. Mensen ook zelf ook zien allemaal zo. Dus dat was echt leuk. Waarom denk je dat de keus gevallen is op Smaakmakers Mil? Waarschijnlijk vanwege de vernieuwendheid en het persoonlijk contact met de mensen. Ja. Listen to the song here in my heart. A melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. Someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm screaming out in my dream to be heard. They will not be pushed aside or words into your own, all 'cause you won't listen. I'm
let him walk his daughter down the aisle. Now my knees start to tremble as I tell the preacher, don't she look beautiful tonight? All the wonderful words in my head I've been thinking, you know I wanna say them all. Lift your veil, angels start singing, such a heavenly sound, yeah. Lost in this moment with you, I am completely consumed by feeling so absolute, there's no doubt. Stealing our love with a kiss, waiting. Watch my words draw sweet tears from your eyes. Bow our heads while the preacher talks to Jesus. Please bless this brand new. Edith, in aflevering 2 hebben we een bezoek gebracht aan de geheugenpoli. En naar aanleiding van die onderzoeken is bij Jan uiteindelijk de uitslag uitgekomen. Hij heeft dementie, net als zijn vader. Ze hebben dus inmiddels de diagnose doorgekregen en de oudere verpleegkundige die brengt een bezoek aan ze om het verdere verloop van de zorg door te spreken. Wat moet er allemaal geregeld worden voor Jan en Ria? Kunnen er verschillende dingen geregeld worden? We komen er als pratende achter dat Jan heel erg van dieren houdt en heeft gehouden. En om Ria te ontlasten in haar dagelijkse werkzaamheden, komen we op het idee om hem naar de zorgboerderij te gaan begeleiden. Daar kan hij lekker zijn gang gaan, kan hij lekker overdag bezig zijn met de dieren en heeft ook aanspraak met andere mensen. En Ria is even ontlast, want het is voor haar heel erg zwaar de laatste tijd. Bij het huisbezoek van de oudere verpleegkundige worden als eerste de conclusies van de geheugenpoli besproken.
Jan geeft aan het nog steeds niet te kunnen geloven dat hij Alzheimer heeft. Ria daarentegen is eigenlijk opgelucht. Ze weet nu wat er aan de hand is, maar nog niet wat er allemaal te wachten staat. De oudere verpleegkundige geeft veel voorlichting over het ziektebeeld en adviseert hen ook beiden naar de bijeenkomst te gaan van het Alzheimer Café, dat iedere maand in Boxmeer georganiseerd wordt voor Alzheimer patiënten en hun mantelzorgers. Het is een soort lotgenotengroep. Het accepteren van de ziekte heeft zijn tijd nodig. Er zal nog veel gepraat en gedeeld moeten worden. Ria snapt dat ze ook tijd nodig heeft en dat ze ondersteund zal worden door de oudere verpleegkundige. Ze staat er niet alleen voor en dat is voor Ria een geruststellende gedachte. Het is belangrijk dat de medicatie van Jan regelmatig en volgens de juiste dosering ingenomen moet worden. Jan legt zich erbij neer dat dit voor hem geregeld gaat worden. Er is besloten om de medicatie voortaan te laten verzorgen door een medewerker van de thuiszorg. Want Ria wil hiervoor niet meer in strijd komen met Jan, want dat geeft haar te veel stress. Met de medicatie worden adequaat vooral de bloeddruk en de schildklier behandeld. Het is Jan even te veel en hij zoekt ontspanning door muziek te maken. Iets wat hij heel graag doet. Het verwerkingsproces is niet altijd even gemakkelijk. Jan en Ria vinden het wel een goed idee om even te kijken bij de zorgboerderij. Jan doet momenteel weinig overdag en beiden zitten bovenop elkaars lip. De oudere verpleegkundige bespreekt met Jan om enkele dagdelen te starten met vrijwilligerswerk op de zorgboerderij. Dit spreekt Jan erg aan, want actief met dieren bezig zijn en werken op het land is altijd een passie van hem geweest. Ria stemt ook direct toe. Ze denkt dat het ook voor haar fijn is om eens het huis voor zichzelf te hebben. Zoals vroeger, toen Jan nog werkte. Dan kan ze haar eigen weg ook eens gaan. De oudere verpleegkundige neemt afscheid en gaat aan de slag om thuiszorg en plaatsing van Jan in de zorgboerderij te realiseren. Ook zal ze de huisarts op de hoogte houden van deze nieuwe ontwikkelingen. De oudere verpleegkundige speelt nog steeds een grote rol in het leven van Jan en Ria. Mochten zij vragen hebben, hebben zij dan continu één en dezelfde oudere verpleegkundige waarmee zij contact op kunnen nemen? Ja, zeker. De oudere verpleegkundige blijft steeds komen bij Jan en Ria. Ze begeleidt het hele project. Dus mochten er vragen zijn, dan kan ze altijd terecht bij de oudere verpleegkundige die hun contactpersoon is.